Oké, Zakenboom, ook hier enorme teleurstelling, denk ik. Ja, zeker. We gaven het eerste kwart veel weg. We hebben kunnen corrigeren en we hebben ons terug in de wedstrijd gevochten. Het derde kwart namen we zelf de touwtjes in handen en het vierde kwart was de tank een beetje leeg. Ja, want op een gegeven moment jullie kwamen er niet echt meer doorheen. Jullie bleven wel vechten. Ja, zeker. Iedereen heeft gewoon tot einde gevochten. Alleen op het einde, wij misten wat dingen en we hadden turnovers. En zij maakten open schoten. Dus we moeten even naar de video kijken waar we dat beter moeten doen volgende wedstrijd. Ja, want op een gegeven moment geef je het weg. Je zegt zelf al, het was een beetje op bij ons. Is het dan conditioneel of is dat mentaal? Zij hebben een bredere bank natuurlijk. Zij spelen met, ze hebben 15 man op het rooster staan. En wij 12 van de 3 niet spelen, dus dat is gewoon een verschil. Alleen, dat is geen excuus uiteindelijk. En we moeten het met die 5 man op het veld doen. En we hadden te veel foutjes op het einde, waardoor wij net achter kwamen te staan. Als je nou naar deze wedstrijd kijkt, haal je daar dan ook positieve punten uit? Ja, zeker. Als je het vergelijkt met de vorige wedstrijd tegen Ulm in de vorige ronde. Speelden wij nu veel meer gecontroleerd en waren we een beter team dan een paar weken terug. Dus ik denk dat er nog steeds goede vooruitzichten zijn. Op naar de volgende. Zeker.